Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan het sollicitatieproces van stembuswerkers. Dit bevestigt directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken, Nasir Eskak, in gesprek met de redactie. Hij geeft aan dat het ministerie hard bezig is te werken aan de voorbereidingen van de vrije en geheime verkiezingen van mei 2025. We zijn nu midden in een sollicitatietraject. Dit is de tweede fase daarvan. We hadden het eerder in de maand juli al gehouden. En de tweede fase is dus nog eens een keer de mensen in de gelegenheid stellen om online te solliciteren voor een van de functies op een stembureau. Voorheen vond dat plaats bij de verschillende commissariaten, waar de mensen dus de sollicitatieformulieren fysiek gingen afhalen, die hadden ingevuld en dan weer hadden gedeponeerd bij het districtscommissariaat. Gezien ook de tijdsgeest waarin wij leven, waar heel veel zaken digitaal worden gedaan, hebben we dus gemeend om wat meer efficiëntie, de drukte te vermijden bij de commissariaten, de mensen meer in de gelegenheid te stellen om op hun eigen tijd en waar ze dan zich ook mogen bevinden, als ze maar internet hebben op hun smartphone, dat ze dan die sollicitatie kunnen doen. Eskak geeft verder aan dat de sollicitatie van stembuswerkers bij de komende verkiezingen wel volledig digitaal kan geschieden. De sollicitatieperiode loopt tot de eerste week van augustus. Dat wil zeggen dat komende maandag dat de laatste dag zal zijn om nog te kunnen solliciteren. En nu al hebben wij, als we aangeven dat we mikken op een aantal van 8000 stembureauleden, want wij hebben landelijk 673 stembureaus landelijk, dan mikken wij op het recruteren van 8000 stembureaupersoneelsleden. Eskak benadrukt dat elk stembureau 10 personeelsleden zal tellen. Hij stelt dat er speciale criteria zijn ontwikkeld voor de mensen die mogen solliciteren.